Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Het is een beetje een mengelmoesje boven Nederland, veel wolken, ook een paar opklaringen, her en der valt ook een buitje. De wolken trekken allemaal van zuid naar noord en de wolken hebben wel de overhand, slechts af en toe breekt de zon door. Het is een heel klein gebiedje met zachte lucht, dat ligt vanochtend boven het noordoosten, trekt daar naar het land uit, daardoor daar maxima van zo'n 19 à 20 graden, terwijl het in het westen en zuidwesten niet veel meer dan 15-16 graden gaat worden. Let ook op de wind, die neemt toe naar windkracht 4 tot 6, dus een stevige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond wordt het allemaal wat vriendelijker, dan klaart het wat vaker op en de wind neemt de fractie af. Echt lekker weer is het vanavond niet, al zal het met de buien meevallen. Morgen enkele verspreide buien over het land, maar het droge weer heeft de overhand. Verder van tijd tot tijd zonneschijn en temperaturen van zo'n 16 tot 18 graden. Daarbij neemt de wind gelukkig ook verder af 3 tot 4 bol voor. Zondag is de wind nog iets rustiger, 2 à 3. En met wat meer zon en droog weer is dat de beste dag van het weekend. Heel misschien wordt het plaatselijk 20 graden. Maandag kan het warmer worden, 20 tot 23 graden. En ook dinsdag ligt de temperatuur rond of iets boven de 20.